Hier ben ik weer met een nieuwe unboxing van Diamond Art Club. Deze keer gaan we de Snow Queen doen. Ik was al bezig met de unboxing, maar er ging wat mis met mijn camera. Dus hij is al uit de verpakking. Maar ja, we gaan zomaar even verder openmaken. Even kijken, wat zit erin? Een gereedschapsetje, tenminste een gereedschap waar je mee kan werken. Bij een vierkante kit, dat is deze, heb je een pincet. Een pen met een penhoudertje, dat het wat makkelijker vast te houden is. Wat zit er nog meer in? Zakjes, een heleboel zakjes. Wax, als het goed is zit er nog eentje in. Nog een zakje, daar is je leeg. Ja. Twee keer wax, zo'n multiplacer van 4 is deze. Ik weet niet of dat te zien is, maar nee. Oké, okay, maar daar kun je dus 4 steentjes mee oppakken. En een tray, doorzichtig treetje. Ik ga het even aan de kant schuiven. Oh. Hebben we nog een kleine sticker die de meeste mensen op de doos plakken, zodat ze het makkelijk kunnen vinden met het als ze hem hebben opgeborgen, dat ze hem weer makkelijk terug kunnen vinden. Wat ik ook nog even moet vertellen erbij is dat ik deze paintings allemaal zelf koop. Of Sylvana, mijn dochter. En dat het dus niet gesponsord is. Nou, we gaan hem nog maar even een keer uitrollen dan. Ja, oh, even de kant. Oh. Wat zit erbij? Weer een groot stickervel. Met... deze kun je in je, en eventueel als je dat hebt, een logboek plaatsen. Startdatum, einddatum. Er staat op dat het een vierkante kit is. Hij is 70 bij 88 centimeter. En hij heeft 62 kleuren. En 4 AB's. AB's, dat zijn steentjes met een extra glimmende coatinglaagje eroverheen. We hebben er 4 stuks. Alles bij Diamond Art Club onder de 150 genummerd zijn AB's. Er zit ook nog altijd nog een instructieboekje in. Met stap voor stap alle stappen die je moet doen om te diamond painten. Er zit ook nog een kortingscode in. Nou, de steentjes gaan we zo meteen nog even naar kijken. Maar eerst maar even naar de campers. Kampas. We hadden al open gerold net. Als je hem heel even laat liggen, dan is die zo plat hoor. Kijk, ik doe hem even anders achterstevoren omrollen, dan ligt hij sneller plat. Oh, dat lukt tenminste. Ik ben een beetje onhandig vandaag. Maar hij komt al. Zo. En dan hoppakee. Eens even kijken. Ik ga jullie even oppakken. Iets easy worden. Prachtig. Ik zag hem en ik dacht echt, die moet ik hebben. Zo mooi. Nou, hebben we hieronder. Ik zet je er even neer. Hoep. Hieronder. Miniatuurfotootje.
de ontwerpster, of de artiest. Nou, in samenwerking met Diamond Art Club. 70 bij 88 centimeter. Snow Queen met AB's. Social media. En de garantie, de levenslange garantie. Aan twee kanten hebben we de Legend staan. Die staat ook nog boven aan de andere kant. En ik vind hem prachtig. Oh, sorry, daar gaan jullie bijna. Ik vind hem prachtig. Heel mooi ijsbeer en vogel. Ik vind het echt super mooi. Oh. Nou, dan gaan we door naar de steentjes. Als mijn statief wil blijven staan, tenminste. Niet helemaal. Ja, oké. Pak de steentjes erbij. Even openmaken. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wat hebben we even kijken hoor. Even kijken. 33, 25. 1, 2, 3, 4, 5 keer. 7, 75. 1, 2, 3, 4 keer. 1 keer 37, 82. Wel in beeld blijven, Caroline. 1 keer 155. 2 keer 155. 3 keer 155. 37, 46. 2, 3, 4 keer. 8, 23. 3, 36. En 38, 41. Oké, ik moet even kijken dat ik wat beter in beeld kom. Hier hebben we nog een keer 38, 41. 1, 2, 3 keer. 9, 34. 37, 56 keer 2. 33, 46 keer 2. 38, 60, 3, 33, 165, 9, 35, nog een keer, 9, 3, 9, 9, 3, 9, 38, 0, 7, 158, nog een keer 158, 33, 48 en 37, 70. Oké, ik ga even kijken of ik mijn licht iets anders kan zetten, want dan kom ik misschien wat beter bij mijn camera. Moment. Nou, dan ben ik weer gaan kijken of het nou wat beter gaat. Even kijken. 758. 792. Nog een keer 792. En onze eerste Amy. 141, kijk die glinstertjes erop zitten. Ik vind het zo mooi. 141. De tweede AB. 126. Kijk, mooie paarsachtige lila kleur. 738. 471. 3861. 7,79, 37,55, 37,27, 33,71, 7,39, 7,45, 7,97, 4,35,
En nog een mooie roze AB, de 128. 7,54. 8,41. En 327. En dan het laatste rijtje. Kijken. 340. Keer 2. Keer 3. Keer 4. Keer 5. 3051. Keer 2. En nog een 208. Was ook wel niet de laatste. Ik dacht dat het de laatste waren. Dit zijn de laatste. Even kijken. 33,47. 38,36. 4,22. 9,38. 37,72. En de laatste AB. 129. Een mooie gele kleur. 209. 4,34. 3064, 783, 3721, 951, 743, 834, 3835, 550, 948, 642, 310. Wauw. Wauw. Op het moment ben ik met Nightbringer bezig. Daar heb ik 16 zakjes vol 310. En bij deze painting is dit de enigste. Hohohoho. Dat is toch wel een verschilletje. En de laatste 647. Nou. Ik vind hem heel mooi. Ook best veel confetti zie ik zo. Maar daar staat ze meestal wel bekend om. Daar zitten ook wel stukjes kolenblokken tussen. Maar ja. Ik vind hem fantastisch. Nou, het spijt me dat dit filmpje een beetje rommelig is. Want er ging iets niet goed met mijn camera. En toen moest ik overnieuw beginnen. En nog een keer overnieuw beginnen en nog een keer. Dus ik weet ook niet meer of dat ik alles verteld heb of niet. Of ja, nou ja, goed. Sorry. Volgende zal weer beter gaan, hoop ik. En ik hoop jullie dan ook weer te zien. Ja? Oké. Tot de volgende. Doeg, doeg.